Dames en heren, vandaag hebben we een hele speciale video. We gaan namelijk mijn 10 beste packs op FIFA 22. Kijk, FIFA 22 is natuurlijk nog steeds gaande. Maar we kunnen wel een beetje stellen, eigenlijk is het spel ook een beetje voorbij. Tenminste, als jij nu iets heel lijps packt. Zo, bijzondere kleuren, nee. Maar stel je packt nu iets heel lijps. Een Messi shapeshift, ja, is wel vet, maar oké, we worden er niet meer geld van. Dus dat is een slecht teken als je er niet meer geld van wordt. Dat betekent dat het spel een beetje, dit is. Maar, we gaan wel in deze video de 10 beste packs laten zien die ik heb geopend. Dus je ziet ze. Sommige zijn zelfs met 2 spelers in 1 pack of bij elkaar tijdens hetzelfde moment. In totaal dus mijn top 10. Laat even weten of je het ermee eens bent of ik misschien een speler heb gemist. Ik heb het opgezocht mijn hele YouTube van dit jaar. Ik denk dat dit wel de 10 beste waren. Ook, je moet even vergeten soms het moment waarop ik het pack. Dus aan het begin van FIFA, net 2-3 weken uit en dan een bepaalde speler packen. Natuurlijk als ik het nu zou packen, ja, dan pink ik geen draadje weg op dit moment, maar op dat moment was ik er wel blij. Voordat deze video verder gaat, even iets belangrijks. Jullie weten het al heel lang. Ik ben al 3 jaar partner met Trust. Wil jij nou ook zo'n vette gamestoel zoals deze? Of een hele mooie headset? Of iets anders? Ik heb trouwens nu ook een heel fijn toetsenbord van ze. Die is geluidstil. Kijk, dat is lekker. Zo'n... Als je typt, hoor je nu. Wil je een van die producten? Kijk even hieronder in de link. En laat even weten als je een mooi Trust product hebt. Oké, we gaan dus nu naar de top 10 packs. Laat even weten wat je van vindt. En hopelijk volgend jaar wat meer packen. Want het was tot aan Team of Season redelijk matig. Dan maar een Braziliaan. Kom op! Ja, 520k. Oké, ja, nee, dit is niet slecht. Het enige nadeel is dus gewoon dat ik al deze... Nou, trouwens, dit is op zich helemaal niet slecht. Want ik zit elke keer te struggelen met onze vedette op de linker vleugel. Ik heb liever 1 100k pakket dan 250k pakketten. What the fuck? Wat is dit een pack? Deze kaart is namelijk... Ik stuurde echt net nog naar iemand. Deze kaart is bizar. 5 sterren skillmoes. 4 sterren zwakbeen. En volgens mij is die extinct. 850k. Vergeet even alles wat ik net heb gezegd. Hoe negatief ik net was. Hoe zeikerig ik was. Hoe ik liep te zeiken op dat ik liever 1 100k pakket heb. Dan die 2x50. Ik neem alles terug. Deze kaart, dit is een bizarre kaart. We gaan het zien, jongens. Kom op. Rang 1, Weekend League Rewards. Die moeten toch in beloond worden. Kom op, man. Kom op, jongens. Hier hebben we voor gestreden. Rang 1. Ook al heb ik voor de helft maar gestreden. Het is gewoon lekker. We hebben het toch wel gedaan. Kom op. Kom op, Carrasco. Oh! Nee, oké. Dit is heel triest. Maar... Nee, dit is... Ja, dit is... Dit is heerlijk. Oh. Marquinhos, jongens. Ik ga het bed vast strijken zo, want dit moeten we gewoon flikken. Kom op. Marquinhos! Kom op! Dit is niet normaal. Moet je nagaan. Dat. Dit is... Ja, wat moet je hiervan zeggen? Ik heb backup gewoon... Nou, jongens, ik moet hem gewoon kiezen. Dubbel. Ja, dit is... Ik ga hem gewoon dubbel kiezen. Ja, boeit mij het. Dit is toch mooi. Of mijn team heel veel beter kan? Ik heb geen idee. Oké, dames en heren, komt-ie. Eerste player pick. Spannend moment. Een heugelijk moment. Kom op. Ziek. Dat is dan de eerste. Kunduzi. Ik wilde hem zo graag in mijn team. Echt een vette kaart. 104k. Terwijl, heel even... We gaan natuurlijk voor Paqueta. Maar... Even serieus, deze kaart is fucking goed. Tenminste, ik vond zijn vorige kaart al heel goed, maar dat geloofde niemand. Maar dit is echt een goede kaart. Oké, nou, dit is inderdaad... Dit is te ziek. Hij heeft geen 5 sterren zwakbeen dan, maar ja, fucking zieke kaart. Natuurlijk gaan we voor hem. Oké, dan komt hij, jongens, de laatste playpick. Het is niet normaal. Neymar. Of Marquinhos. Kijk, dat is ook nog eens een lekkere groene link. Goh. Dit begint wel een beetje te ziek en... Dit begint een beetje te ziek te worden. What the fuck? Ja, we hebben wel een paar opties. Maar de kans is natuurlijk heel groot dat het iemand hieronder wordt. Ja, jullie voelen het al aankomen. Je voelt al dat het nattigheid gaat worden. Komt-ie, de spits. Alsjeblieft. Oh, dit is vet. Dit is vet. Yes, eindelijk. Oh, en het zieke is nog dat ik al een tijdje geleden zei... Deze kaart wil ik nou echt eens een keer proberen. Ik twijfelde echt tussen mid Eusebio of Eto'o. En dit leek me gewoon een speler... Ja, die moest ik gewoon een keer testen. En ja, dit is wel heel vet.
Nu ik dit zie, word ik alleen maar nog agressiever eigenlijk. Oké, ik moet er niet meer naar kijken. Oké, we gaan naar de eerste. Oh, ik weet niet of ik de rust moet nemen. Ik heb te veel spierpijn van de Creators FC gisteren. Maar wat een pack. Echt, ik moet gewoon elke video beginnen met dat ik tering hard aan het zeiken ben. Dat ik eigenlijk tering agressief ben. Maar wat een pack. Oh, 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 oh. Deze kaart wilde ik heel graag. Maar ja, ik moet gewoon salty zijn. Ik moet gewoon tering kwaad zijn. En dat ben ik nu. Ik zeg maar dat het vuurwerk er vanaf spat. Ik twijfelde om de rups te doen, maar ja, dan moet het spontaan gebeuren. Oh, spannend. Nog vier. Allemaal kutlanden, behalve Nederland. En dat, ja, alleen Cruijff, Gullit. Oh, nu komt-ie. Het land der landen, Nederland. Er zitten ook heel veel losers in. Ja, Van Basten, Overmars, Rijkaard. Ik kan er zoveel op noemen. Kom op, geef me Gullit of Cruijff. Koeman kunnen we ook nog pakken. Ja. Gullit of Cruijff, kom op. Een Nederlander. Ah! Ah! Boom! Boom! Ah! Dit is ziek. Ik wilde hem misschien nog kopen. In plaats van Slater, omdat hij zo duur was. Nee, joh. Dit is lekker. Oh, dit is ziek. Dit is ziek, jongens. Oh, oh, oh. Mid Cruijff. Dit is fucking vet. Dit is ziek. Dit is ziek. Dit is ziek. Nee, het was gewoon zo'n 4 Premier League Team of the Seasons. Dit is een heugelijke dag. Ik klik en we gaan het zien. Kijk, dit is al een lekkere win. Kom op. Ik moest heel even kijken van, oké. Ik zag Bernard Silva, dacht ik al, ah, daar ben ik al best wel tevreden mee. Dit is ziek. Oké. De vliegtuig heeft zo'n kutbeest. Ik word er helemaal gek van. Zo'n soort mot. En die komt mij de hele tijd opzoeken. Terwijl, als hij naar mij toe gaat hij dood. Son, jongens. Dit is een zieke win. Heerlijk. Dus die andere Son kunnen we verkopen. Dan kunnen we een heel vet team bouwen. Oké, jongens. Kom op. Dit is het. Moment. Alles of niets. Laat je linken. Oh! Boom! CR7, CR7. Oké, dit is heerlijk, dit is heerlijk. Oh, dit is heerlijk. Oh, 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 oh. Dit is ziek. Oh, ja, ik ben echt, ja, ik ben weer echt zo gaaf als een rat vandaag. Maar, oh mijn god. Oh, jongens, ja, ik besef het gewoon nog niet. Dat komt omdat ik net een hele slechte periode met FIFA heb gehad met het spelen. Maar dit is te ziek. Oké, dames en heren, dit was de video. Vergeet hem niet te liken, heel erg belangrijk. Abonneer ook even. En ja, ik hoop dat je het een leuk jaar vond qua packs. Ik ben heel erg tevreden over het team wat ik nu heb. Zie je dus nu in beeld. Kan je het heel even zien. Ik heb dit team op dit moment gebouwd. Onder andere door al die lekkere packs. Ja, de beste was gewoon natuurlijk Ronaldo en Son, dat je die twee hebt. Maar ook een paar vette Marquinhos, voor een vette combinatie. Benzema, ja. En Cruijff misschien natuurlijk ook wel heel belangrijk. Een icon is sowieso lekker. En ook nog een goede. Het hele jaar kan je daar op teren. Dames en heren, jongens en meisjes, like deze video, abonneer en we zien elkaar snel weer. Ciao, ciao. Bye bye.